gemeenteraad is al een aantal keren op de vingers getikt door de Raad van State. 2 keer een beroepszaak ook verloren. Het zou fijn zijn als we er nu een keer een punt achter zetten en dat Westland zich ook gewoon voegt in de wet en regelgeving van dit land. Wat in Westland gebeurt is dat het college steeds ook conform de wet en regelgeving zoals we die in Nederland kennen de voorstellen doet. En dat daarna een meerderheid van de gemeenteraad dat weer ongedaan maakt. Dat heeft tot een hele bijzondere situatie geleid dat ik een in de plaatsstelling moest doen. Dat is nog nooit ergens vertoond. Het is eigenlijk ook heel beschamend dat dat moet, maar dat is gebeurd. Maar in plaats van dat men dan nu ook uitvoert wat volgens wet en regelgeving moet gebeuren, heeft men inderdaad het besluit weer teruggenomen. Ja, nu zal de koning daar een besluit over nemen. Linksom of rechtsom, deze school moet er uiteindelijk gewoon gaan komen, omdat ze er recht op hebben conform onze wet en regelgeving.